Ik ben Imre Kruis en ik zal je wat vertellen over feedback. Volgens John Hattie en Helen Timperley zijn er vier niveaus waarop je feedback kunt geven. Ik zal dat uitleggen met een voorbeeldje. De eerste zin gaat in beide voorbeelden over het taakniveau. Hierbij beantwoord je eigenlijk alleen de vraag of de leerling de taak goed heeft uitgevoerd, ja of nee. Was het antwoord correct? Klopte het? Dit soort feedback is heel zinnig en er is niets mis mee. Het zou alleen jammer zijn als het hierbij bleef. Feedback op het procesniveau zegt iets over of de leerling begrepen heeft hoe die tot het antwoord of het resultaat is gekomen. Strategie is het woord wat je daarbij zou kunnen onthouden. Hoe heeft de leerling het aangepakt? Heeft de leerling het begrepen? Feedback op dit niveau is belangrijk omdat je anders misschien alleen maar trucjes aan het aanleren bent. En je wilt juist dat de leerling dezelfde kennis of de vaardigheden ook kan laten zien in een nieuwe situatie. Het derde niveau is het zelfreguleringsniveau. Kun je je eigen acties monitoren en bijsturen is hierbij de vraag. Feedback op dit niveau gaat bijvoorbeeld over het inzicht in eigen kunnen. Wat vond je eigenlijk zelf van wat je net hebt laten zien? In hoeverre kun jij je eigen docent zijn? Waarbij heb je hulp nodig en wat kun je zelf? Goede feedback op dit niveau heeft een positieve invloed op de motivatie. Feedback op hetzelfde niveau is feedback op de persoon. Je bent een toffe peer of een flapdrol. Hier schiet de leerling helemaal niets mee op. In het negatieve voorbeeld is dat duidelijk, maar ook vertellen dat je iemand aardig vindt, heeft niet zoveel zin. Vind je me erg veel Natuurlijk is het fijn om te horen dat iemand je aardig vindt en je hoeft ook niet te stoppen met dat te zeggen. Het heeft alleen niets te maken met feedback of iemand verder helpen in zijn ontwikkeling. Tot nu toe heb ik het alleen gehad over feedback, maar er bestaat ook nog feed-up en feed-forward. Bij feedback zeg je alleen iets over wat er zojuist is gebeurd en geef je antwoord op de vraag waar sta ik? Feed-up gaat over het doelniveau en geeft antwoord op de vraag waar ga ik naartoe? Bij Feed Forward bespreek je de strategie om dat doelniveau te bereiken en geef je antwoord op de vraag: wat is de volgende stap? Het verschil tussen die drie vragen wordt voor mij altijd duidelijk als ik kijk naar dit plaatje. Links zie je het huidige niveau, rechts zie je de rots van het doelniveau en daartussen ligt de kloof tussen die twee niveaus. Feedback krijgt meer waarde wanneer je het vergezelt van Feed Up en Feed Forward. Je zou de vier niveaus en de drie vragen kunnen samenvatten in deze tabel. En dan laten we de vierde rij maar weg, omdat we er steeds meer achter komen dat iets zeggen over het zelfniveau de leerling niet verder helpt. Nu kun je jouw manier van feedback geven, analyseren en vakjes horizontaal of verticaal gaan bewegen. Feedback op het taakniveau, je hebt het goed gespeeld, wordt bijvoorbeeld feedback op het zelfreguleringsniveau. Je hebt het goed gespeeld en ik kan zien dat je een slimme oefenmanier hebt gebruikt. Daar kun je bijvoorbeeld nog feedforward aan toevoegen op hetzelfde niveau. door een nieuwe oefenmanier aan te reiken. Nog even over dat vierde niveau. Feedback gaat altijd over iemands gedrag en niet over iemands persoonlijkheid. Gedrag kun je aanpassen of bijsturen. Je persoonlijkheid veranderen, dat is een stuk moeilijker. Daar moet je je als docent volgens mij ook helemaal niet mee bezighouden. Dat is wel mooi gezegd, maar muziek maken is voor veel mensen iets heel persoonlijks. Juist omdat gedrag en persoonlijkheid voor veel muzikanten zo met elkaar verweven zijn, doet de toon en de timing van de boodschap van de docent er echt toe. Zorg er daarom als docent goed voor dat de boodschap je deed het niet goed nooit begrepen wordt als je bent niet goed. Over feedback is nog veel meer te vertellen, maar daar is dit filmpje te kort voor. Je zou nog kunnen googlen op de critical response. Een uh, werkwijze waarbij je het geven van je mening zoveel mogelijk uitstelt. Je houdt je bij de feiten en pas helemaal op het eind vraag je of de leerling geïnteresseerd is in het horen van jouw mening. Of onderzoek eens hoe positief geformuleerde feedback en ook specifieke feedback een positieve bijdrage kan hebben aan de motivatie van de leerling. En als je maar één ding onthoudt van het filmpje, onthoud dan dit: wat jij zegt als docent en hoe je dat formuleert, dat doet er echt toe. En het is volgens mij zeer de moeite waard om daar even stil bij te staan.